We leven in een tijd van ingrijpende verandering en kansen. De komende decennia maken we de omslag naar een biobased economy. Dat zal een vergelijkbare impact hebben als de ontwikkelingen in de ICT-sector van de laatste twintig jaar. Met name voor bedrijven in de voedselindustrie, gezondheid en welzijn en de maakindustrie liggen er grote kansen. De start-ups in deze sectoren zijn de Googles, Facebook's en Apples van de nabije toekomst. Maar wat is dat, een biobased economy? En wat kunt u ermee als MKB-ondernemer? Lucht veranderen in plastic, schimmels omzetten in brandstof, zeewater transformeren tot schoon drinkwater, klinkt als science fiction. Maar dat is het niet. In de biotechnologie en microbiologie wordt de laatste jaren steeds meer ontwikkeld en ontdekt. Zo wordt zonne-energie elk jaar efficiënter en goedkoper. In enkele decennia zal al onze energie van hernieuwbare bronnen komen. Ook komen we steeds meer te weten over de mogelijkheden die onze atmosfeer ons biedt. Deze bevat CO2 die door planten en micro-organismen wordt omgezet in chemische verbindingen die voorzien in alternatieve grondstoffen. Het is biotechbedrijven gelukt plastic te ontwikkelen uit CO2 en plantenmateriaal. En een Nederlands bedrijf slaagt erin CO2 direct om te zetten in bestanddelen voor vleesvervangers. Ook kunnen we met een nieuwe techniek zeewater ontzouten en drinkbaar maken. Als oplossing voor het tekort aan schoon drinkwater. Nieuwe ontdekkingen veranderen ook de landbouwsector. De voedselzekerheid wordt verhoogd doordat we meer eiwitten op plantaardige basis produceren. Ook kan door een beter begrip van planten en, bijvoorbeeld, schimmels en bacteriën. Effectiever worden verbouwd. Zo ontstaat evenwichtiger bodemmanagement met gezonder en voedzamer voedsel. Door de aarde en de natuur beter te bestuderen, begrijpen we meer van biologische processen. Zo is alles van organische origine circulair: iets komt op, bloeit en vergaat in een eeuwigdurende cyclus. We kunnen profiteren van deze circulaire processen die we waarnemen in de natuur, bijvoorbeeld door zelf circulair te ondernemen. Daarbij wordt bij het productontwerp al rekening gehouden met de kringloop. Zo gaan materialen zo lang mogelijk mee en zijn versleten onderdelen makkelijk te vervangen. Er ontstaat minder afval en minder behoefte aan grondstof en energie. Uiteenlopende grote bedrijven ondernemen al op deze wijze. Hierdoor is de wereldwijde vraag naar biochemicaliën en bioplastics enorm gestegen. Maar juist ook vernieuwende MKB-bedrijven zijn de motor van een omslag naar een circulaire economie. Wat betekent dit voor u als MKB-ondernemer? Er is overvloed, er liggen kansen, maar het vereist echt een andere manier van denken en dus nieuwe spelregels. 1. Leer van de natuur. Alles is circulair. 2. Onderzoek nieuwe bronnen van grondstoffen. 3. Onthoud dat de natuur altijd nieuwe mogelijkheden biedt, meer dan wij nu weten. 4. Besef dat er op lange termijn geen alternatief is voor duurzaam ondernemen. Er zijn op aarde voldoende hernieuwbare grondstoffen, schone energie, voedsel en schoon drinkwater om in ieders behoefte te voorzien. We moeten alleen wel samenwerken met de natuur en deze niet langer tegenwerken. Rabobank steunt de ontwikkeling van de biobased economy. Het is goed voor de aarde, voor de consumenten en voor bedrijven die zo minder afhankelijk zijn van fossiele grondstoffen. Ook is het goed voor boeren en daarmee voor de wereldwijde voedselvoorziening. Rabobank verbindt de chemische industrieën met de wereld van landbouw en boeren en biedt andere bedrijven de gereedschappen om samen te bouwen aan een duurzame toekomst.